In het district Saramaka heeft op vrijdag 18 oktober 2019 gronduitgifte plaatsgevonden. Het gaat in deze om ruim 200 percelen waarvan de grondpapieren door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer zijn overhandigd aan burgers. Wij zijn super trots. Kijkt u, onroerend goed, dat geeft zekerheid en ook in Suriname geldt dat, in Saramaka ook. Wij hebben hier 200 plus BV's vandaag uitgereikt. Het is een beginfase, het is een pracht van een project waarbij we eigenlijk in de beginfase zijn. Het moet nog verder uitgewerkt worden, de verdeling. Met de landmeter, dat komt nog. EBS, SWM moet nog komen. Maar we zijn heel, heel erg trots en blij met dit project. Het is een project dat sinds 2015 eigenlijk al men bezig was met het project. Maar de behoefte was heel erg groot. Vooral in Saramaka is de behoefte heel erg groot. De jongeren zijn het, jongeren die afstuderen. En we hebben veel meer gemikt op de jongeren. Om de jongeren zover te krijgen dat zij in aanmerking komen voor een perceel. En dat zij dan een goede fundament hebben om verder te gaan. Wel, Saramaka heeft nu een pracht van een ontwikkeling. Je moet weten, we hebben laatstelijk zelfs een productiebeurs gehad waarbij we de mensen hebben aangetoond wat we allemaal in Saramaka kunnen doen. Zo, wat mensen niet weten, dat we in Saramaka bijvoorbeeld een hondenvoerfabriek hebben. Dat we nu al vakantieoorde hebben in Saramaka. Dat wij nu fabrieken hebben die bijvoorbeeld tahoe produceren in Saramaka. Dat we hier zelfs landbouwers zijn, hebben die de EU-standaard te hebben om te mogen exporteren naar het buitenland. Dus de ontwikkelingen in Saramaka zijn super goed. Hier zijn we te Calcutta, het welbekende Nissan-project, maar dan een uitbreiding, Nissan 2 noemen ze dat hier, in Saramaka. Het gaat om iets meer dan 200 bereidsverklaringen voor bebouwing en bewoning. Dat is het aantal en het is de bedoeling dat de mensen in principe gebruik maken van de gelegenheid om hun bereidsverklaring zo snel als mogelijk om te zetten in een toewijzingsbeschikking. Maar het gaat om dat een project dat reeds in principe een aantal jaren leefde, een wens was, nu vorm begint te krijgen. Dit is een eerste, maar een zeer belangrijke stap, de bereidsverklaring, om dan alles weer in orde te krijgen, zodat de toewijzingen kunnen worden gegeven en de mensen daadwerkelijk kunnen overgaan tot het bouwen en hier aangenaam vertoeven. Kijk, het is de bedoeling dat bestaande projecten, dat hebben we eerder al aangekondigd en we zijn dagelijks bezig. In alle districten waar er projecten waren, het is begrijpelijk dat we in korte tijd niet alles in één keer zullen kunnen aanpakken, maar wij werken aan projecten die om welke reden dan ook zijn blijven liggen, om die projecten weer op te pakken en te finaliseren. En nieuwe projecten erbij te doen. De behoefte is er. We kennen de vraag van het veld vanuit de gemeenschap. Als iemand een bereidsverklaring krijgt, een kavel, waarvoor je in principe niet hoeft te betalen, betekent dat een grote voorsprong. Dan kunt u direct kijken richting het bouwen. Anders gaat u geld bij elkaar moeten zetten om eerst een kavel te kopen. Maar dit betekent een extra stimulans voor degene die in aanmerking is gekomen. Dus wij proberen dan zoveel als mogelijk de projecten die reeds bestaan en zijn blijven liggen of nog niet zijn gefinaliseerd, die te finaliseren. En waar nodig nieuwe projecten te initiëren. Maar natuurlijk willen we geen halve dingen. Wij willen met trots ernaar kunnen kijken en zeggen van hier hebben wij een goed project neergezet samen met de gemeenschap.
die inbreng van die gemeenschap. Ik wil dat benadrukken, omdat het soms lijkt alsof er alleen wordt gekeken naar de overheid en een ministerie. Maar de inbreng van die gemeenschap, degene die in aanmerking komt, maar ook alle anderen die vanuit die gemeenschap ervoor moeten zorgen dat projecten succesvol kunnen worden afgerond, dat die inbreng ook belangrijk is. Ik heb daarom opgeroepen dat de DC samen met het team dat hier heeft gewerkt alert blijven en ervoor zorgen dat we gezamenlijk dit tot een groot succes kunnen maken. Vandaag heb je een bereidsverklaring in ontvangst gehad van de minister van ROGB. Hoe voelt dat aan? Wel, ik voel het helemaal blij, want ik heb heel lang voor dit al gewacht. Maximaal, zo'n, laat maar zeggen, het is al sinds 2015. Ja, tot nu toe en vandaag zie ik de resultaat. Wat is uw volgende stap? Wel, om een huis te bouwen. Daarin wonen. Dat, ja. Ik bedank van mijn kant, bedank ik de minister. Ik bedank al die andere leden die mij dit heeft overhandigd. Ja, ik ben blij met jullie. Ik moet zeggen, ga jullie maar door. Vandaag bent u aanmerking gekomen voor een bereidsverklaring. Wat vindt u van dit moment? Ik stel het zeer op prijs. Heel erg. Ik kan heel veel ermee doen. Ik kan veel landbouw doen erop. Ik kan het nuttig gebruiken. Verkopen zal ik nooit doen. Men verspreidt zoveel geruchten. Ja, mensen gaan het verkopen, maar dat ga ik nooit doen. Want iets op naam vind je met moeite. En dankzij NDP. Okay, hoe lang heeft u op dit moment gewacht? Niet lang. Voordat het moest gerealiseerd worden. Niet lang. Misschien een jaar of twee. Maar we werden wel op de hoogte gesteld. De gronden zijn er nog. Niemand kan het kopen. We gaan het ook niet verkopen, want het is voor ons volk. En ze hebben hun belofte gedaan. Dat was het. Wat is uw volgende stap? Mijn volgende stap is al deze stukken voor te brengen naar ROGB en alles verzamelen. Wat ik heb begrepen is dat dit project al een aantal jaren hieraan is gewerkt. Er was reeds een bestaande infrastructuur. Dus er is eerder wat energie erin gestopt, een aantal jaren geleden. Exact weet ik niet hoeveel, maar het is al een hele poos, een aantal jaren zoals ik begrijp. De intentie om hier te komen tot bouwkavels. Dus ik denk dat dit een opluchting betekent voor die gemeenschap. Maar ook vertrouwen in de zaak dat we samen goede dingen kunnen doen. Dat vind ik jammer. Kijk, als je een stuk grond krijgt. Als ik zou krijgen een stuk grond, niet zomaar verkopen. Er moet een extreem iets gebeuren waarbij je zegt van goed, dit kan ik dan niet meer gebruiken. Maar dat zou dan uit de 200 misschien één geval moeten zijn. En we weten inderdaad dat een klein deel overgaat tot verkopen binnen een bepaalde tijd. Er zijn mensen die zeer dringend bouwkavels nodig hebben. En er wordt natuurlijk zo goed mogelijk gescreend, ook door die gemeenschap zelf, de betrokkenheid van de DC en zo, om te komen tot een lijst waarbij de leden die op de lijst staan eigenlijk dringend behoefte hebben. Maar als iemand overgaat tot verkopen, betekent dat die persoon geen behoefte had. Dan heb je eigenlijk een recht van iemand anders genomen, die iemand anders zou daar geholpen kunnen worden. Dus ik wil de gemeenschap oproepen. Het is een teamwork. We zijn één gemeenschap. Als we elkaar gunnen, dan kunnen we veel meer mensen helpen. Aan een stuk grond en dus de ontwikkeling van gezinnen. Maar als ik het niet nodig heb, dus die oproep is, als u het heeft gehad, u krijgt over 10 jaar weer de behoefte, als u nu die behoefte niet heeft, om een stukje grond, want uw kinderen worden groot, kleinkinderen worden groot. Die kavel is altijd nodig. Ik roep dus daarom op om niet over te gaan tot verkoop, maar het benutten ervan. Het is vandaag misschien iets wat minder nodig voor bepaalde mensen, maar over 10 jaar is het dringend.